Nee hoor. Ik vind het gewoon leuk om te lezen over alle ellende die anderen moeten doormaken. Oh ja. Leuk. Hier, alsjeblieft. Bijvoorbeeld, hè. Volgens dit boek zou Peter minstens 3 weken regelmatig oefeningen moeten doen en dieet houden om zijn cholesterolgehalte en bloeddruk normaal te krijgen. Wat zeur je nou? Ik ben zo gezond als een vis. Dat bier is niet goed voor je. Het barst van de bloeddrukverhogende molecuulelementen. Je zou het echt eens moeten lezen. Klets niet. Ik leef volkomen gezond. Leef ik niet gezond dan? Ja, dat zal wel. Volgens Einstein is alles relatief. Omega. Wat wil je daar nou mee zeggen? Dat betekent dat je gezond bent. Nou ja, vergeleken met een 20 jaar oude tekko met hartklachten. Gezondheid. Dank je, dat is aardig van je. Ga je nog naar Henny en Melvin? Nee, ik denk van niet. Ik denk dat ik maar eens ga. Oh. Nou ja, goed, ik zie je morgen weer. Goed, tot dan. Goedenavond verder. Tot ziens. Oh. Daar. Waarom deed hij zo raar? Ik zou het echt niet weten. Hou je niet van de domme Teddy van der Pol? Wat is er aan de hand? Ik vroeg alleen maar of hij nog langs Melvin ging, hoor. Nee, dat vroeg je niet. Je vroeg of hij nog langs Henny en Melvin ging. Volgens mij ben jij stiekem huwelijksbureautje aan het spelen. Nou? Probeer alleen maar Melvin te helpen, hoor. Die kan heel goed opschieten met Jan Henk. Dat wil niet zeggen dat het meteen een nieuwe vader is. Ik neem aan dat jullie niks aan Henny of Jan Henk zelf hebben gevraagd. Nou, ze vallen wel op elkaar, volgens mij. Nou, dan hebben ze jouw hulp toch ook niet nodig? Bemoei je daar niet mee. Met dit soort spelletjes help je ze helemaal niet, toch? Nou, je weet maar nooit. Nee, oh sorry, ik zeg niks. Ik huur hier alleen maar een kamer. Geloof me nou maar. Vanaf nu bemoei jij je alleen maar met je eigen zaken, oude koppelaar. Nou, zoals Einstein al zei, er is geen romantiek meer in deze wereld.